9 namen op het bordje. Past er nog een 10e bij? Hallo, welkom bij familie Nagelkerken. Kom maar binnen. Dit zijn er 3, maar er zijn er veel meer. Even alle kinderen voorstellen. Merel de oudste, Eline, Stan, Nout, Floor met haar lievelingskat, Guusje, Madelief die even geen zin had in een interview en de allernieuwste van het stel, Junior Nagelkerken. En het voordeel van een groot gezin, je kunt ze allemaal aan het werk zetten. De geboortekaartjes moeten namelijk nog gevouwen worden. Maar ik ben bang dat ik verkeerd moet vouwen. En dat gaat in goede harmonie, meestal dan. We hebben wel heel soms ruzie. Komt dat dan door jullie of dat niet? Nee. Maar we gingen over zeggen. Ontstaat er hier nou een ruzie of heb ik het mis? Speenvarken. Een broer- en zusruzie. Ja, dat komt in de beste families voor. Vader en moeder blijven er gelukkig nuchter onder. Want 8 kinderen... Is goed te doen nog. De pan is wat groter, maar verder... 8 uur gaan ze gewoon allemaal naar bed en dan staat er uit, hè. En dan hebben wij nog even. En met eten en zo, ze zijn vrij rustig, hoor. Ik hoorde dat je gesteriliseerd was en dat er toch nog een 8 uit kwam. Klopt. Hoe kan dat? Ja, dat kan. Dat is heel zeldzaam. Ja, dat is weer terug aan elkaar gegroeid, zeg maar. Die 8 is gewoon welkom, hoor. Geen probleem. En gelukkig denkt de rest er ook zo over. Maar eerst dacht ik van, nog 1. Maar ja, ik was wel blij dat het een jongen was. Ik vind dat er nog wel 3 bij kunnen. Dat zei ik bij de 7e al, dat is de laatste. Dus ik ga het nou niet meer zeggen. Maar...